Hallo vriendinnen, welkom bij weer een nieuwe video. Het is een vlogje. Ik had wel zin om even lekker te kletsen met jullie. Ik was net mijn make-up aan het doen en ik dacht, oh ja, laat ik gewoon de camera er even bij halen. Ik ben mijn make-up aan het doen, zoals ik al zei, en ik heb echt een probleem. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar letterlijk alles is zo droog. Mijn elk stukje huid, elk vierkante centimeter is zo droog. En ik weet niet waarom ik deze video hiermee begin, maar dat is gewoon... Het eerste wat ik sowieso al elke dag denk als ik wakker word überhaupt. Ik heb hele droge huid hier onder mijn ogen. Ik heb dat echt wel vaker trouwens. Maar goed, ik ga zo even mijn oogschaduw doen. En ik dacht, ik laat jullie even zien wat ik allemaal gebruik. Deze van NYX, heel fijn. En ik gebruik hem ook vaak in combinatie met deze. Dus deze twee. Ik heb het gevoel dat deze best wel een goede... budget variant is van deze, van de Honey van Naked. Kijk, dit zijn de kleuren. Het lijkt er een beetje op, toch? Het is trouwens vandaag maandag. Elke maandag. Het maakt niet uit hoeveel ik slaap of hoeveel of hoe weinig ik doe in het weekend. Elke maandag valt me weer echt even zwaar. En ik heb ook alweer twee koffies achter de kiezen. Nou, dat doe ik ook nooit normaal gesproken. Dat is echt iets wat ik dit jaar heb geleerd. Het maakt niet uit hoe vet je huid is. Hydratatie en de juiste verzorging is zo belangrijk. Want nu ik dat zeg maar ben gaan doen, merk ik echt een soort van een mini verbetering in mijn huid. Mijn huid is natuurlijk wel echt problematisch nu. En dat blijft ook waarschijnlijk zo. Omdat het hormonaal is. Maar het is wel echt beter dan wat het was. Dus, maar daar heb ik het vanavond even over. Ik heb een nieuwe lipcombinatie die ik dus echt heel erg chill vind. Trouwens, ik heb alleen die gele palet gebruikt. En dit is de look, dus heel simpel. Oh, ik heb mascara. Dit is de mascara die ik heb gebruikt. Deze is van Maybelline in samenwerking met Marvel. Ik heb echt nog nooit een Marvel film gezien. Mijn wimpers zien er echt zo goed uit. Ik ben echt wel heel blij met de wimpers nu. Ze zijn echt extreem lang. Trouwens, ik gebruik nu bijna 2 maanden, denk ik, een lash serum. Deze video is dan ook in samenwerking met X-Lash. Ik ga vanavond even laten zien hoe ik deze gebruik. Maar jongens, voordat zeg maar de samenwerking van start ging, wilde ik het dus eerst even uitproberen. Omdat, gewoon even kijken of het werkt. Voor mijn gevoel was het ook echt van één op de andere dag dat ik wakker werd en naar mijn wimpers keek en dacht, wow. Ik heb altijd wel best wel goede wimpers voor mezelf gehad. Heel blij mee. Maar ik heb het gevoel dat ze wel echt stukken langer zijn geworden. Ik ben echt helemaal blij. Ik gebruik ook een... lip care lip balsam. Deze is echt al helemaal afge... Deze heb ik echt ook heel vaak gebruikt. Echt een hele fijne. En ik heb ook een serum voor mijn wenkbrauwen. Die gebruik ik niet elke avond. Deze gebruik ik wel echt elke avond. En in principe deze ook. Maar wat ook heel chill is... Ik laat ze ook echt allemaal even zien wat ik van X-Lash heb. Want ik heb dus een leuke Black Friday deal voor jullie. De eye gels. Heel chill. Dit is hoe het eruit ziet. Ik heb ze nu echt al een paar keer gebruikt. En zoals ik al zei, ik ben nu helemaal alles rondom hydratatie. Dus deze vind ik heel fijn om af en toe in de ochtend te gebruiken. En het hydrateert ook echt onder mijn ogen heel goed. Dit is hoe het eruit ziet. Oh. Oké, en mijn favoriete lipcombinatie van nu. Even kijken wat voor kleur dit is. Dit is in ieder geval van Morphe. Oh my god, er is zo'n Morphe store geopend in Amsterdam volgens mij. Laat me even weten als jullie daar geweest zijn. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben zelf nog niet geweest. En dit is een lip crayon. IRL heet deze. En dit is hoe het eruit ziet. Het ziet er nu echt al heel vies en goor uit. Want ik heb hem al best wel vaak gebruikt. Ik heb trouwens lippenbalsem op mijn lippen. Want we willen gehydrateerd blijven. Dat is echt mijn nieuwe favoriete woord van 2020. Hydratatie. En ik was altijd echt van het uitdrogen en zo droog mogelijk. Zo, en dat is de kleur. Echt, I love it. Wat ik dus ook heel chill vind, is om nog een lippotloodje te gebruiken. Deze is van NYX. Lippotloodjes van NYX vind ik echt fantastisch. En deze is in de kleur Ever. En hiermee ga ik nog één keer overheen over de randjes. Om het net even wat strakker te maken. En nou ja, nu heb ik natuurlijk lippenbalsem eronder gebruikt. Maar heel soms ga ik er dan ook met een lipgloss eroverheen. En deze vind ik bijvoorbeeld ook heel fijn. Dit is NARS Bahama. Heet dat. Deze doe ik even voor het idee een beetje op. Oké, en dit was dan mijn make-up look van vandaag. Ik ga zo even mijn haar stylen. Wat er vandaag op de planning staat is werken voor wat deadlines. Dus ik moet zeggen, de laatste tijd is er zo weinig creativiteit wat betreft video's maken. Dus mocht je ook video-ideeën hebben, let me know alsjeblieft. Ik denk dat iedereen een beetje in hun creatieve
dal zit, als het ware. Omdat, ja, je krijgt gewoon zo weinig prikkels van buitenaf. En ik merk dat ik dat heel erg nodig heb. Om in de flow te komen en daar te blijven. Nou, ik weet niet wat het is vandaag, maar ik ben echt bevroren. Ik heb even mijn badjas aangetrokken. Ik heb eigenlijk heel erg veel zin in avondeten. Juist omdat ik niet voor uit te branden ben en het heel koud heb. Dus ik ga gewoon koken. Het is 4:30 of zo. Oké, dit gaat er allemaal in. Ik ga dus nasi maken. Rijst, nasi, kruidenmix heb ik. Dit kan ik trouwens echt heel erg aanraden. Veggie saté. En ik heb ook nog champignons die erin gaan. Dus ik ga lekker veel maken. Want dan kan ik het morgen ook eten. En dan heb ik nog zo'n ding voor morgen. Deze is nog bevroren. Maar die ga ik zo even opwarmen. Trouwens, voordeel van met huisgenoten wonen. Zo staat er ineens een heerlijk stukje bananenbrood gebakken. En het eten is klaar. Ik heb wel echt een fout gemaakt door beide zakjes nasi kruiden erin te doen. Maar goed, ik ga even kijken hoe het nu smaakt. Nou vriendinnen, vandaag was niet echt een hele productieve dag. Maar goed, morgen weer een dag. En morgen ben ik wel productief, gaan we wel vanuit. Ik ga vandaag in ieder geval op tijd naar bed. Dat is echt heel erg goed van mij. Ik heb hier trouwens een gel micellair water van Sephora. Deze heb ik een tijdje geleden in Sephora gekocht. Best wel een tijdje geleden. Maar goed, ik had op Instagram gevraagd naar onderwerpen waar jullie willen dat ik het over heb. En een van de vragen was, hoe hou je jezelf bezig nu wij niet zo heel veel te doen hebben? En vandaag is echt weer zo'n perfecte dag van dat ik me eigenlijk niet echt met veel dingen bezig heb kunnen houden. Ik heb denk ik vandaag gewoon het grootste deel van de dag... Oh, tenminste, ik heb wel een beetje gewerkt. Maar het grootste deel van de dag zat ik gewoon op Instagram te scrollen. En ik moet zeggen, dat is niet een uitzondering, helaas. Maar goed, een ander iets wat ik binnen had gekregen waar jullie het wilden dat ik het over had, was, en dat is echt perfect voor nu dat ik mijn make-up eraf haal, dat zijn de onzekerheden. En ik ben niet per se onzeker, zeg maar, als ik geen make-up op heb. Maar mijn acne is de laatste tijd zoveel erger geworden. Niet eens de laatste tijd. Echt wel best wel lang. Ik doe even een hele kleine mini storytime. Hoe lang is het nou geleden? Ik denk dat het nu 1,5 jaar geleden is. Dat ik gestopt ben met de pil. En de pil die ik gebruikte. Die was ook echt heel erg goed. Tegen acne. Maar goed. Daar ben ik dus natuurlijk mee gestopt. En ik was best wel lang hormoonvrij. Ergens in de zomer heb ik er dus een spiraal in gezet. Want ik dacht, nou ja, weet je, mijn menstruatie is ook niet helemaal een aanrader. Het is altijd best wel heftig. En ik dacht, ik ben eigenlijk wel benieuwd of een spiraal, zeg maar, mij daarmee kan helpen. En met mijn menstruatie heeft het ook echt zeker weten geholpen. Maar mijn huid is niet per se daardoor erger geworden. Maar het is ook zeker niet verbeterd. Want mijn huid die was juist veel beter geworden door de pil. Maar goed, ik slikte het niet meer. En toen kwam het allemaal weer terug. En ik hoopte dat het niet zou gebeuren. Nou ja, goed, het is wel gebeurd. Maar goed, het maakt ook niet uit. Ik probeer er nu een soort van beter mee om te gaan. Alleen het ding is, ik heb best wel veel littekens over van de zomertijd. Ik heb het gevoel dat als je gewoon 's nachts wat meer zweet of zo, dat het dan ook wel erger is. Volgens mij heb ik dat echt nog niet eens verteld hier op internet. Maar binnenkort kan ik misschien wel mijn ervaring delen. Ik heb een hormoonspiraal. Ik ga zo meteen even laten zien wat ik allemaal nu gebruik. Ik wissel het wel wat af. Maar goed, hydratatie is op dit moment echt heel erg belangrijk. Ook vooral omdat het nu winter is natuurlijk. Maar ook voor al mijn littekens. Want als de huid heel erg droog is, dan heelt dat gewoon niet zo. Mijn was is klaar. Oeh, ik ga zo mijn was ophangen. Oké, ik raakte even afgeleid. Maar ik heb ook even een cleanser gebruikt. En je ziet echt direct alle rode plekken. En ze zijn zo droog. Het zou eigenlijk heel goed eczeem kunnen zijn. Ik zie het dus ook heel erg onder mijn ogen. Oh my god, wat zie je dat duidelijk op de camera? Nou, daar gaan we. Over onzekerheden gesproken. Wel goed onderwerp voor vandaag. Ik ga dus ondertussen mijn gezicht rollen. En dit heeft zeg maar van die, god, hoe heet het ook alweer, van die naaldjes. Deze is trouwens extra groot. Deze is eigenlijk voor je lichaam bedoeld. Maar de rest heb ik al zo vaak gebruikt dat het al niet meer echt werkt. Maar goed, ik heb dus 2 maanden geleden ook echt een microneedling behandeling gedaan. En dat hielp heel erg. En stel als je dus geen andere ontstekingen krijgt,
dan kan je dat best wel blijven doen. Maar omdat ik dat wel krijg, had het niet echt zin, want toen had ik wel weer nieuwe littekens. Maar goed, ik merk wel dat dit soort van helpt. Ik zie er best wel heftig uit, maar ik moet zeggen, dit is al de verbeterde versie van mijn huid. In de zomer was het ook echt niet meer te redden. Maar goed, hoe deal ik met mijn onzekerheid? Zeg maar, ik zat er echt over na te denken van, hoe ga ik daarmee om? Het is natuurlijk echt iets. En ik heb echt het gevoel dat wij in de winter wat onzekerder zijn. Maar ik denk dat ik inmiddels het soort van geaccepteerd heb. Plus, ik weet wat prijskaartje bijvoorbeeld voor mij is voor een gave huid. Dat zou betekenen dat ik weer bijvoorbeeld aan de pil zou moeten. En dat had weer andere nadelen, waardoor ik vind dat dit zeg maar minder zwaar weegt. En ik heb nou ook zoiets van, wat maakt het ook eigenlijk uit? Zeg maar gewoon vlekjes in je gezicht of mocht je ergens anders onzeker over zijn. Als je het allemaal in perspectief zet, hoe groot is het probleem dan eigenlijk? Wat maakt het ook eigenlijk allemaal uit? Zo kijk ik er nu een beetje tegenaan. Trouwens, ik gebruik nu deze crème. Ik weet nog toen Rebecca zwanger was. Ze had ook eczeem in haar gezicht. En toen had ze het over deze crème, dat het haar heel erg geholpen heeft. Als je het gewoon allemaal een beetje in perspectief zet, dan denk ik dat het allemaal wel meevalt. Maar misschien is dat ook iets wat met de leeftijd komt hoor. Ik klink nu echt heel erg oud. Maar juist omdat ik weet van, ik doe mijn best en het komt allemaal goed. Want door die tijd weet ik nu ook beter wat de triggers zijn bijvoorbeeld. Waardoor ik weer nieuwe oneffenheden krijg en nieuwe ontstekingen. Plus mijn hormoonspiraal. Ik ben nog steeds een beetje zoekend hoe ik daar het beste mee om kan gaan. En in mijn geval, er is ook gewoon make-up. Dan kan ik dat gewoon opdoen als een soort verberging. Maar ik denk dat als je een andere onzekerheid hebt, dat je dat ook misschien bewust of onbewust doet. Maar ik heb het gewoon een beetje geaccepteerd. Ik heb gewoon gedacht, joh Chris, it is what it is. En als je het anders wil, dan is dit het prijskaartje. En dat wil ik ook niet. Dus ik doe gewoon mijn best trouwens. Ik doe zelfs nog olie eroverheen. Voor extra hydratatie, zoals ik al zei. Ik wissel echt mijn gezichtsolieën af. Af en toe gebruik ik die van de Body Shop. Nu gebruik ik deze van Skin Island. Ik zie er nu echt heel heftig uit. Ik zal jullie morgenochtend laten zien hoe het er allemaal uitziet. Want nu is het natuurlijk heel erg rood en geïrriteerd. En ik denk dat wij ons nu ook, zeg maar in de tijden van nu en het feit dat we richting de winter gaan, zijn we toch met z'n allen wat onzekerder over dingen. En dat is ook allemaal niet erg. Als je het zo bedenkt, van iedereen die is ergens onzeker over. Zelfs diegene die echt super mooi en super knap is en weet ik veel wat allemaal. Iedereen heeft zijn eigen onzekerheid. Trouwens, ik mijn handen zijn zo vet. Oké, dan is het nu ook tijd voor mijn lippenbalsem. Trouwens, voor diegenen die X-Lash niet kennen. Het is een Zweeds merk. Het is ook echt een van de bestsellers daar. Maar verpakking voelt ook heel erg luxe. Het is niet van plastic gemaakt. Dit is trouwens hoe Lash Serum eruit ziet. Het is een soort van een eyeliner tipje. En het is veel makkelijker om aan te brengen dan een eyeliner. Dat kan ik je wel vertellen. Het is letterlijk gewoon een streepje zo. En een streepje zo. Precies op je wimperrand. En je bent alweer klaar. Dus dat is echt gewoon heel snel gedaan. Na een maand zie je dus echt resultaat. Ze staan erom bekend om wimpers dus meer volume te geven. En ze langer te maken. En ze ook donkerder te maken. En ik moet zeggen, na een maand zag ik oprecht het verschil. Dus deze gebruik ik iedere avond. Ik probeer hem echt iedere avond heel trouw te gebruiken. Soms vergeet ik een avondje, maar meestal doe ik hem wel op. En ik ben er echt heel erg blij mee. En normaal gesproken deed ik echt 5 lagen mascara op. Nu doe ik er 2 of 3. En dan ben ik weer good to go. Dus dat is ook gewoon heel fijn. En ik heb het gevoel dat mijn wimpers niet zo snel uitvallen. En ik heb een Black Friday kortingscode voor jullie. Je krijgt nu 25% korting op alles van X-Lash met mijn kortingscode. Dat staat in beeld. En linkje staat ook even in de beschrijving. Ik had vandaag trouwens een cute little hoekje gemaakt hier met mijn kussentjes. Want ik film nu heel vaak zeg maar hier op de grond. Vind ik ook heel erg leuk. Maar ik dacht misschien is het leuk als ik een keer zo film. Maar goed, ik heb uiteindelijk toch niks gefilmd vandaag. En ik ga zo lekker naar bed. Ik heb hier nog zoveel dozen en dingen staan. Moet ik nog even allemaal filmen. Het is nu 11:30. Voor mijn doen is het echt een hele chille tijd om te gaan slapen. Want
Ik moet zeggen, ik ben nu echt zo'n persoon geworden die tot 2 uur 's nachts TikTok zit te kijken. Goed, in ieder geval, ik ga lekker naar bed en ik zie jullie morgen. 3 keer raden wie er toch pas om 2 uur ging slapen. Ik snap echt niet waar het allemaal misgaat met mij. Maar goed, mijn buurman was ook om 9 uur 's ochtends alweer aan het boren. Dus dat kon er ook gewoon even flink bij komen. Dus dit komt nu echt super goed van pas. Je kan hem dus met dat spateltje, kan je dat dus zo makkelijk eruit halen. Vaak deed ik dus oogpads zo op. Maar volgens mij moeten ze dus zo. Maar misschien maakt het ook niet echt uit. Weet ik niet. En dan ga ik zo nu even aan het werk. Een koffietje drinken. Dat is echt het chillen. Dat ik dat gewoon lekker in mijn pyjama kan doen. Oh, trouwens, dit is hoe mijn huid eruit ziet. Je ziet nog steeds wel echt dat het droog is en rood. Vooral op de camera zie je dat echt heel goed. Ik keek zo straks in de spiegel en ik dacht, oh, dat valt wel mee. Maar op de camera lijkt het echt allemaal nog steeds heel droog. Hallo, goedemorgen, Cindy. Oh, wat een beauty. Kijk, jij hebt helemaal geen ochtendroutine nodig. Oh, ze wil vandaag graag met rust gelaten worden. Dus ik was mijn make-up aan het doen. In mijn witte shirt. Dikke vette foundation vlek. Oh my god. Ik ga hem even laten weken of zo. I don't know. Oké, ik heb even een ander topje aangetrokken. Kan toch niet? Ik denk trouwens er echt niet dat ik die foundation vlekken uit krijg. Ik vind foundation sowieso echt heel moeilijk om uit mijn kleding te krijgen. Laat staan uit een wit shirt. Gebruik nu trouwens een beetje droog shampoo. Eigenlijk echt heel weinig in mijn leven gebruik, want ik kan er helemaal niet tegen. Maar ik had vandaag al helemaal geen zin om mijn haar te wassen. En dit is mijn final look. Ik ben klaar voor vandaag. Ik ga zo meteen even een rondje wandelen. Trouwens, laat me even in de comments weten wat jullie allemaal met Black Friday gaan kopen. Kunnen we wat tips uitdelen misschien, want ik weet echt nog niet wat ik wil kopen. En vergeet natuurlijk ook niet om in de beschrijving te kijken voor de kortingscode en link naar X/Web. Website. En ik zag dat ik al aardig lang aan het kletsen was over van alles en nog wat. Dus ik ga er een einde aan breien vandaag. Binnenkort wil ik eigenlijk zo'n soortgelijke kletsvideo maken. Maar dan met behind the scenes van wat ik allemaal op een werkdag doe thuis. Laat even weten of jullie dat leuk vinden. En voor nu wil ik jullie dan heel erg bedanken voor het kijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!